lijkt er wel op. Rafael heeft het liefdesgeluk dus weer gevonden bij de 23-jarige, jawel, Amsterdamse Christy. Hij houdt het tempo er lekker in, alleen is ook maar alleen, moet hij gedacht hebben. Want na zijn scheiding van Sylvie stortte hij zich in de armen van Sabia. En 3 maanden na Sabia is het dus alweer Christy, die zijn hart sneller doet kloppen. Rafael van der Vaart is smoorverliefd op deze Christy. Of hun nog prille relatie kans van slagen heeft, hangt af van hoe goed de twee zichzelf kennen. Volgens dating-expert Marcia Tsong. Als je zelf weet hoe jij in het leven staat en wie je bent, dan weet je ook heel goed wie bij je past. Dan is de kans absoluut groter dat je bij elkaar blijft. Rafael is na de break-up met Sabia weer snel terug op het liefdespad. Geen goed begin voor een nieuwe love story, zegt relatiecoach Caroline Fransen. Als je van de ene naar de andere hopt, en dat is eigenlijk weer gewoonte, ja, dan duurt die volgende ook niet erg lang. Ga het even verwerken, ga rouwen. Kijken waarom het fout is gegaan. Misschien is er een leerproces. Rafael is sinds hij met Sylvie Meijs trouwde sowieso nooit lang single geweest. En dat heeft volgens de experts zo zijn redenen. Nou, dat hij niet graag alleen is. Dat hij van vrouwen houdt. Dat hij graag een relatie heeft. Als topvoetballer en ex van Sylvie staat hij constant in de spotlights. Iets waar de nieuwe mevrouw van der Vaart wel tegen moet kunnen. Past zij in dat verhaal? Kan ze tegen de media? Kan ze dat leventje leiden? Dat is ook de vraag. Kun je dat tegen? Niet iedereen is er tegenop gewassen. Net als Rafael, die vader is van Damian, heeft ook Christy een zoontje. En dat kan wel eens goed uitpakken voor de tortelduifjes. Dat betekent dat ze allebei ouder zijn. Dus die gemeenschappelijke grond hebben ze al gevonden. Recepten voor een perfecte relatie bestaan niet. Maar er zijn wel ingrediënten waar je op kunt letten. Kom je een beetje uit hetzelfde gezin, heb je dezelfde ideeën over opvoeding, maar ook pas je karakter bij elkaar. Dat is ook een cruciale natuurlijk. Kies er eens eentje uit die echt bij je past. En wat zou dat dan zijn? Is dat ook weer een model? Voorlopig lijkt het erop dat Rafael prima tevreden is met zijn nieuwe model. Nou, hij heeft gewoon een hele goede smaak. Ze lijkt er wel een beetje. Dat is toch prima? Ja. Nou, ze kennen elkaar ook, hè?